weer vandaag met day 5, guys. Vandaag ga ik weer naar school toe. En ik zit vandaag van 9:15 tot 2:00. Ik heb mijn spullen al gepakt, maar ik ga zo wel weg. Het is nu 8:05. Ik ga zo de deur uit. Over vijf minuten komt de bus. En dan moet ik die hebben. En dan ga ik naar school even naar de Albert Heijn even wat eten halen en zo. Dat haal ik meestal bij de Albert Heijn in Pijnakker. Tip. En ja, ik ga er zo vandoor. Dus veel kijkplezier met de vlog. Oké, ik zit in de les. Yay. In de les. Ik zit in de les en ik ben met hun. En we zitten de vlog te kijken. En ze vinden het allemaal heel grappig en zo. Dus. Yay. Sorry. Kijk, Melda. Kijk, Melda. Melda ziet er vandaag niet uit, zegt ze. En Rinor, wat zit je depri te doen daar? Ik ben depri. Ja, door die. Ik ben Sia en ik ben depri. Ik ben Noord. En ik ben op zoek naar muziek. Op zoek naar muziek. Op zoek naar muziek. Oké, tot zo. Ik ben met mijn nichtje. Ik heb zo'n fiets, kijk dan, Poppy. En we gaan de Voice of Holland kijken en ik ben alweer een tijdje. Ik heb een tijdje niet geklopt. Ik ben weer terug van het ziekenhuis en de reden daarvoor ga ik niet vertellen. En we zijn nu aan het wachten, want de Voice zijn we aan het kijken. Ik heb nog iets van 13 minuten. Dus tot zo. En de Voice. Nou, ik ben alweer een tijdje thuis. Mijn familie is er nog. En ik dacht, ik ga even naar boven. Om even de beelden al te importeren. Maar ik kwam er dus net achter dat ik voor 2 minuten al gefilmd heb. Wat ik allemaal heb gedaan vandaag is, ik ben heel even na school ben ik gelijk in slaap gevallen. Ik kwam thuis, ben ik gelijk mijn bed ingegaan. Ik was echt moe. En toen werd ik wakker. En toen heb ik heel snel een stuk pizza achterover gegooid. En toen moest ik alweer weg naar het ziekenhuis. Maar zoals je weet film ik daar niet. Maar zondag film ik daar wel, want dan gaan we daar pakjesavond vieren. En nu sta ik gewoon voor mijn deur te chillen. Omdat hier gewoon even best licht is, zeg maar. Omdat precies die lichtspot daar recht in mijn gezicht schijnt. Ja, heel even over nog de meeting. Er zijn wat dingetjes gewijzigd. De datum en de tijd lijkt nog hetzelfde. Maar wat we gaan doen is, zeg maar, we gaan spreken af bij Starbucks. We gaan misschien koffietje drinken of zo met z'n allen, gezellig. Dan gaan we naar de stad even winkelen, naar de Marks & Spencer. Want ik wil jullie die brownies laten zien, die ik altijd koop. En dan gaan we gewoon nog even de stad in. En misschien in de avond gaan we iets anders doen. En ja, ik had trouwens dit aan. Mijn Forever 21 trui, mijn broek van de New Yorker, maar ik heb nu heel even mijn Uggs aangetrokken omdat ze super lekker zitten en het zijn gewoon mijn pantoffeltjes. Dus die heb ik ook aangetrokken vandaag, even voor nu. Maar officieel naar school had ik mijn Adidas Superstars aan. Oké. Ik ga mijn kamer even in, want morgen ga ik trouwens iets super leuks doen. Dan ga ik naar de stad met mijn moeder, gaan we naar de Primark en dan ga ik eindelijk een foute kersttrui kopen. En nog wat andere dingetjes en zo. En morgen ga ik ook een beetje mijn kamer opruimen, want dat moet ook gedaan worden. Want daarvoor ben ik even... Oké, hoe vaak ruimen jullie je kamer op? Laat even weten in de comments hieronder. Ik ga dus nu mijn kamer in. Oké, het is nu best wel donker. Oké, let's go. Ik heb trouwens daar nog een frikandelbroodje liggen. Omdat ik die had vandaag had gekocht. Ja. Ik ga... Morgen wil ik het een beetje gaan veranderen. Want... zondag komt er een video online. Als jullie deze zien, komt die morgen online. Dan wil ik een Q&A weer gaan doen. Omdat ik hem super al heel lang niet meer heb gedaan. Dus dan moet ik even een fotootje voor uploaden straks op Instagram. Maar kijk. Deze rommel vind ik echt helemaal niet meer mooi.
Dus dat ga ik even opruimen. Ik ga heel even mijn tas aan de kant zetten, want ik had weer mijn 94-bed mee. En mijn telefoon ligt in de lader. Ik ga even mijn bed opmaken, even mijn kamer een beetje dit deel opruimen. Alvast, want hoef ik dat morgen niet meer te doen. Even de beelden importeren op mijn computer en dan zie ik Lisa nou, weer. Mijn nichtje is al weg, mijn familie is al weg. En voor mij is het nu tijd om de vlog te gaan editen. Ja, ik heb dit deel hier achter mij. Heb ik opgeruimd. En het is nog niet helemaal netjes, maar dat komt er nog. Morgen ga ik trouwens een Q&A opnemen. Dat vind ik wel leuk voor een video voor zondag. En ik heb net een video gekeken van Diana, Jamie en Sophie. Die deden de YouTuber Dance Battle. Het leek me ook wel erg leuk om dat te doen, maar gewoon over een tijdje. Oké, laat even weten als ik die video ooit een keer in mijn leven zou op mogen nemen. Met welke twee YouTubers zou ik het dan moeten doen? Video opnemen. Het is nu... Even kijken. Oh. Het is nu 10:10. Het is zaterdag 5 december. Het is pakjesavond. Maar morgen ga ik het... ga ik ook natuurlijk nog vloggen voor jullie. Maar dan vier ik geen pakjesavond. Dan ga ik winkelen. Ik vier het pas zondag. Officieel. Dus dat. En ik ga me even omkleden en dan ga ik even de vlog editen. Of ik doe morgenochtend de vlog editen. Dan ga ik gewoon mijn wekker zetten om 9:30. Dan heb ik lekker de lange tijd om de vlog te editen. Want ik ben hooguit wel met om 10:00 mee bezig. Of tot 10:30 mee bezig. Om de vlog online te krijgen en te editen en whatever. Ja, dus bij deze denk ik dat ik de vlog heel even ga afsluiten voor vandaag. Morgen is ook een drukke dag, want dan ga ik naar de stad, naar het Alexandrium. Dus dat is wel leuk, dan weten jullie dat ik in het Alexandrium ben rond deze tijd. En dan ga ik waarschijnlijk in de vlog van zondag, ga ik die jullie zondag gaan zien, die ik morgen op ga nemen, ook mijn aankopen laten zien. Of ik maak er een aparte shoplog van, even kijken hoeveel ik heb gekocht. Dus yes. Laat ook even weten hoe jouw pakjesavond was. Of je het al hebt gevierd. Of vandaag pas gaat vieren. Voor jullie dus als jullie de vlog zien. Ik ga lekker mijn bed in en ik spreek jullie morgen weer. Dus tot morgen guys. Doei doei.